Ik lees, als het zover is, dan brengen we het middel naar vader. Het is toch fantastisch. De kaft is om de dode dood niet. Goeie titel trouwens. Om de dode dood niet. Ja, in zijn interviews over leven en sterven in eigen regie. Dat is natuurlijk de essentie van het geheel. De eigen regie. Eigenlijk precies om dit zinnetje, eigen regie. Kijk, vroeger maakte ik me heel erg druk in de vrouwenbeweging over bijvoorbeeld... Oh, wacht even, we moeten even de klok laten uitzingen. Ja, het is vogeltjes geluiden van de klok. Maar goed, toen in de vrouwenbeweging, vroeger, maakten we ons natuurlijk over alles druk. En het ging eigenlijk ook over de eigen regie van je leven. Maar bijvoorbeeld abortus. Wat heb ik daar nog veel over gediscussieerd toen. En uiteraard hoorde ik bij de mensen die voor een vrije abortus waren. Niet omdat ik zo graag een abortus wou of daar ooit toe gedwongen was. Maar omdat ik vond dat je zelf moest kunnen beslissen of je het kind wilde krijgen of niet. Nou, ik vind eigenlijk met het levenseinde precies hetzelfde als met het levensbegin. Je moet zelf kunnen beslissen of je het genoeg vindt of niet. Om welke reden dan ook. Niet in een vlaag van verstandsverbijstering, maar in een verstandige afweging vind ik dat je zelf moet kunnen beslissen of je het leven nog draaglijk vindt of niet. En dat je daar niet de dokter mee moet belasten. Als je kanker hebt of je bent terminaal en je bent uitbehandeld en de dokter, je hebt de afspraak met de dokter van als ik niet meer wil, help je me dan. Dat is prima. Maar als je niet terminaal ziek bent, maar op een andere manier denkt ik wil dit hele scenario niet meer volmaken. Dan vind ik dat je het zelf moet kunnen beslissen. Dat is een moeilijke vraag. Dat is gek. Dat vind ik nou toch een moeilijke vraag. Ik vind dat iedereen die wil erover zou moeten kunnen beschikken. Maar ik vind het prettig dat je niet naar een winkel kan en met je pinpas en dan het zomaar meekrijgt van een onverschillig iemand. Ik vind het prettig dat je via via de weg moet bewandelen om met overwegingen en gesprekken dat je dan aan dat middel kan komen. Op een of andere manier vond ik het ritueel van het zien dat je het krijgt, vond ik prettig. Vond ik een goede weg. Ik vind een zelfgekozen en zelfgeregisseerd levenseinde, dat is ook een beetje roepen in de lucht, maar net zo belangrijk als vrije abortus. In mijn gevoel hebben het begin en het einde en je eigen regie heel veel met elkaar te maken. Dus natuurlijk vind ik dat onder goede voorwaarden en goed, maar dat vind ik van drugs ook, goed gereguleerd, goed gecontroleerd, goed beschermd, vind ik het een politiek issue en vind ik dat het levenseinde ook vrij te kiezen zou moeten zijn. Maar als je ziet hoe al over euthanasie wordt gesteggeld in dit land met een zo verdeelde en oer-christelijke moraal en verdeelde regering altijd, of politieke landschap is altijd zo verdeeld, dat ga ik niet meer meemaken. Maar ik vind wel dat het zou moeten natuurlijk. Van begin tot eind moet je de regie in eigen hand hebben. Aan het begin heb je dat natuurlijk niet, maar dan heeft je moeder het. En aan het eind heb je het zelf. En dat voor mij persoonlijk is dat toch een soort rustige opluchting in de achterkant van mijn ziel.